Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is vrijdag en... Over 500 meter, sla linksaf naar de Europalaan. Oh, wat een reisbaar leeg. Het is top. Wij gaan samen lekker een wandelingje maken. En dan gaat u, nou voor mij mag je hoor. We gaan lekker aan de wandel. Er is echt helemaal niemand. Dat is wel bizar eigenlijk, maar het is gewoon helemaal... Oh, ik zie in de verte een hond. Er zijn mensen. Sven die is net op die toren geklommen. Ik sta even over, want ik heb erg pijn aan mijn bil. Zo, we gaan lekker eten. Wij eten lekker roti. Ene zit voor het eerst in het stoeltje. Die is licht al gezien. Ik zit lekker met mijn nieuwe telefoon. Wacht even. Ik doe even mijn scherm aan, dat is misschien niet meer licht. Dit is trouwens mijn hoesje. Fantastisch. Ik heb de Samsung S9 in goud. Maar dat zie je niet vanwege het hoesje. Maar ik zit echt van die heerlijk beltonen uit te zoeken. Die lag me altijd uit. Ik heb hier dus echt... Moet ik altijd nadenken van... Stel dat ik hier vergadering zit en mijn telefoon gaat af. Dat kan echt niet. Ik heb nu ook best wel een heftige toon. Even kijken of ik die... Even kijken. Ik moet nog even wennen aan het nieuwe systeem. Maar... Wacht even. Ik zal even mijn huidige beltoon laten horen. Deze. Dat is ook vrij heftig. Dit staat hij op zijn zachtst. Dus ja, ik dacht ik ga eens overwegen om wat anders te doen, maar dan ben ik dus eindeloos aan het zoeken. Verder zit ik een beetje, gewoon alles te ontdekken aan mijn nieuwe telefoon. Eigenlijk, daar komt het een beetje op neer. En Sven zit helemaal naar film te kijken. Ik zei, oh ja, maar dat we lekker doen. Ik ga een beetje met mijn telefoon en daar ben ik wel even mee bezig. Goedemorgen, het is zaterdag en wat je net zag was Niels die blij is met zijn cadeautje. Hij heeft namelijk een soort klein Lego setje gekregen omdat hij al de hele tijd droog is, 's nachts in bed zonder luier. Dus daar zijn we natuurlijk heel trots op. Dus we kregen een kleinigheidje en dat vind ik heel leuk. De ene die ligt lekker te rammen tegen een babygym aan. Nou, nu hangt ze in. Dus ze zich omgedraaid houdt ze in de paal. Ik ga eventjes sporten. En ja, verder weten we het niet vandaag. Inmiddels heb ik gesport en me aangekleed. Ik heb deze trui van Bershka en deze glitterbroek van... Ik weet eigenlijk niet meer waarvan. En mijn Reeboks. En ik ga even met Niels naar de bibliotheek, want zijn boeken verlopen. Maar mijn tas, ik weet niet of dit goed gaat. Mijn tas spelt echt uit. En de camera past denk ik zelfs niet meer bij zonder dat het risico dat hij hier tussendoor uitvalt. Dus ik weet niet of dit een goed idee is. Dus dat ik gewoon een losse tas ga doen. Misschien ga ik dat wel doen. Jos en ik gaan even lekker wat eten naar de bibliotheek. We hebben een hele tas vol, inclusief de boekstart voor Elin. Jos en ik zijn weer thuis. Het was heel gezellig. We hebben lekker boekjes uitgekozen. En voor Elin nu dus ook boekenstart. Elin wil niet slapen vandaag. We hadden een kerstboom besteld, want het is nu natuurlijk allemaal voor de helft van de prijs. Of tenminste, natuurlijk. Het is nu heel veel is na de kerst voor de helft van de prijs. En onze kerstboom is stuk aan het gaan. Niels, doe maar even niet aan haar armpje trekken. We dachten, we moeten een nieuwe, dus we dachten, doen we na kerst. Want dat is natuurlijk een stuk voordeliger. Maar dan hadden we een kerstboom besteld gisteren, of eergisteren. Die kregen we gisteren, maar de voet paste niet in de boom. Dus we hebben, het was van week al, ik heb hem opnieuw besteld, zeg maar. Ik heb iemand aan de telefoon gehad en die zei van, dan stuur ik hem nog een keer naar jullie op. Dan moet je even kijken of die voet erop past of whatever. In ieder geval, want de voet past niet op de boom. Nu krijg je dus dezelfde boom, maar hij is heel anders. Die andere die klapte je gewoon in één keer uit, zeg maar. Maar dit is echt heel anders. Dit is een soort lange stok en dan moet ik alles nog aanmaken, wat eigenlijk bij die ook zo is. Maar ik ben heel benieuwd. We gaan hem even bouwen. Nou, dit is hem. Nee, je moet dan al die takken nog helemaal uitvouwen en zo. Maar hij is dus 2,10 meter hoog.
Maar ik denk al dat die mooi is. En deze, ze staat in ieder geval, die andere kon niet staan. Maar ze zei van, je moet ook even deze voet testen op die andere boom. Maar het gekke is dus dat ze echt compleet anders zijn. Ik ga nu zo meteen die andere opbouwen. Dan gaan jullie het verschil zien. Het is tijd om onze kerstboom af te gaan breken. En in dit formaat dus voor het laatst. Ik zit één en weer eten te geven. Passinaak, homemade dit keer, ja ja. Wortels homemade vond ze trouwens iets minder lekker dan de wortels uit het potje, maar passinaak gaat er goed in. Nee, gaat er goed in, hè. Sven is eten aan het koken, alleen de boodschappen zijn ineens veel later. Ik zie Niels maar even filmpje kijken over het koken. Wat ik nog niet heb gezegd, dat Elin over de hele dag misschien een uur geslapen heeft. Dus die heeft er echt zin in. Dus ik hou mijn hart vast hoe dat gaat. Goed. Morgen gaan we zwemmen. Dus ik dacht, ik ga alvast even. Tegenwoordig leggen we Elin vaak tot de voeding van 11 uur hier te slapen. En in theorie zou ze geen voeding meer hoeven om 11 uur. Maar wij merken dat ongeveer haar beste fles is. Die van 11 uur en die van 's ochtends. En ze is natuurlijk nog steeds best wel dun. Dus. Maar laat gewoon lekker. Ik maak mij ook niet uit. Ik ga toch niet voor 11 slapen. Dus ik heb zoiets van, laat maar. Het is wel prima. Dus vooral even kijken. Voor Niels is het niet moeilijk. Dit ding neem ik mee. En handdoeken. En zwembandjes. Niet veel onbelangrijk. Even kijken welke ik moet hebben. Natuurlijk wel degene die hem kunnen tillen. Volgens mij zijn het deze. Zwembandjes. Zwembroek. Had ik al neergelegd. Oh, voor Elin kan dit in misschien wel. Hoeveel jaar is dit? Hoeveel kilo? Zo'n baby. Hallo, scherp sneller. Voor Elin kan dit in volgens mij wel. Tot een kilo. Of tot 11 kilo. Nou, dat moet lukken. Oh, ik heb handig deze voor de. Zo eentje die alleen maar zo om het nekje gaat. Nou, neem het mee. Weet ik voor wat zij leuk vindt. Want we hebben nog nooit met enige gezwommen. Nou, zwemlaars voor Niels, dat hoeft niet meer. Dus dit gaat allemaal maar eventjes een bak in. 3, 4. Dat is denk ik voor Elin. Ik heb sowieso nog nieuwe ergens. 5, 6. Ik heb iets door in de chaos. Voor Elin een paar speeltjes. Nou, een bal voor papa en Niels. 3, 4, wat is dat? 7 kilo, nee, dat is nog niet, nog kleiner. Oh, daar. Nou, dat kan er nog in blijven zitten. Dit zijn kleinere bandjes, hebben we niet echt nodig. Nou, ik neem gewoon allebei die banden mee, maak het uit. Hoppatee. En dan, ding van Niels, bandjes. Hij vindt dat trouwens ook helemaal niet erg, zwembandjes. Dat is wel heel fijn. Handdoeken. Ik neem denk ik gewoon nog een extra gewoon die koekentas mee. Misschien dat ik daar gewoon iedereen's handdoeken en zo verder in doe. Ik heb voor haar badpakje. Oh my god. Oh my god. Dit badpakje. Ik hoop dat het nog past. Want dit is 2 tot 6 maanden. Ik denk het wel. Nou, mocht het echt een drama zijn, dan heb ik nog een zwembroekje. Dat hebben we een keer als kraamcadeautje gekregen. En dit is. Wat is dit voor maat? 64,80. Nou, dat is waarschijnlijk nog net iets te groot. Maar neem het maar even mee. Hè? Misschien even die bonnetjes eraf knippen. Dat ga ik nog even doen. En heb ik voor Niels nog slippers. Die sowieso te klein zijn. Maar ik dacht, misschien wil hij graag slippers aan. Even kijken. Deze zijn voor Elin. Dit was zwimmers maat 2-3. Voor Niels een zwembroekje. Hij had een hele leuke ook. Maar die past hij denk ik niet meer. Dus die gok ga ik nemen. En ik neem een badjasje voor hem mee. Want dat vind ik altijd wel fijn. Want dan moet hij even wachten of zo. En dan heb ik een badjas. Oh, ik heb trouwens ook die poncho. Laat maar. Badjas hoef niet. Of poncho hoef niet. Ik zie wel even. Maakt ook niet uit. We gaan toch met de auto. We gaan trouwens naar Merwestein. Mochten mensen in de buurt van Utrecht denken. Waar ga jij dan zwemmen? We gaan heel soms naar Den Hommel.
Dat is voor ons denk ik het meest dichtbij. Maar we gaan eigenlijk meestal naar Merwestein. Dat is een groot zwembad in Nieuwegein. Ja, het is gewoon veel, ja, laten we zeggen nieuwer. en veel meer keuze. Je hebt zeg maar echt een babybadje. Maar je hebt ook voor peuters een soort parcoursje onder regendingetjes door. En weet ik het allemaal. En je hebt een bad wat dan ook een golfslagbad wordt. Je hebt een grotere glijbaan. Je hebt zo'n stroomversnelling badje. Dus je hebt gewoon net wat meer. En dat vinden we gewoon wel makkelijk. En zeker nu met haar is dat kleine badje is gewoon heel fijn en overzichtelijk. Dus ja, daar gaan wij heen morgen. Ben heel benieuwd. Nou, ik denk dat dit wel even genoeg is denk ik voor de inpak. Het zit nu gewoon allemaal in de tas. Los ik idee. Ik denk dat ik gewoon... dat zien we mogelijk. Maar in ieder geval denk ik dat ik de belangrijkste dingen heb. Ik zit op de bank en ik kijk, wie is de mol? Ik ga waarschijnlijk morgen nog een keer kijken, want Svenny is er nu niet. Dus die wil het natuurlijk ook nog zien, maar het is weer begonnen. Mag ik trouwens mijn nieuwe telefoon al laten zien? Ik weet het niet. Ik ben mijn nagels ondertussen aan het lakken, inclusief mijn teennagels, want we gaan morgen zwemmen. Dus ik dacht, laat ik die ook even meenemen. Mijn teennagels doe ik gewoon met Essie Mademoiselle. En ik denk, dus ik heb nu... Eén laagje Go-Go Geisha, klopt dat? Heb ik die opgezet? Go-Go Geisha op mijn vingers gesmeerd, op mijn vingernagels zeg maar. Nog een laagje doen en ik denk dat ik dan iets nailartigs nog ga maken, maar ik weet nog niet goed wat. Ik zit een beetje op dat kaartje van Essie te kijken, maar ga ik nog even over nadenken. Maar ik ga wel iets doen denk ik. Nou, ik ben uiteindelijk voor een paantenprintje gegaan, het luipaard. Ik ben natuurlijk nog een beginner op dit gebied, maar ik heb als basis de kleur Go-Go Geisha gebruikt van Essie. En dan voor de vlekjes heb ik, ook van Essie, heb ik Angora Cardi gebruikt. En van Barry M de kleur Cappuccino. Dus ja, een beetje zien. Ik moet nog wel even een topcoatje eroverheen doen. Goedemorgen, het is zondag en wij gaan zo zwemmen. Ik heb gewoon lekker joggingpak aan. Ik heb mijn badpak hier al onder. Ja, ik heb een badpak, want ik vind mijn buik natuurlijk niet zo charming. Ik heb dus mijn badpak hier al onder zitten. En het is natuurlijk een soort van volksverhuizing met een baby erbij. Nou, maar ik neem jullie niet mee. Ik ben een beetje spastisch met waardevolle spullen en ik vind het heel lastig om dan... mijn kinderen en op een waardevolle spullen te letten. Dus ik laat de camera lekker hier. Daarbij is het ook denk ik niet heel erg gepast om in een zwembad te filmen waar andere mensen in een badpak zitten die misschien niet op de camera willen verschijnen. Dus wij gaan. Mocht je je trouwens afvragen, ik heb wel een beetje make-up op, want dat vind ik altijd gewoon fijn. Ik heb wat mascara op, wat crème blush en een beetje concealer onder mijn ogen en op mijn pukkel die er al forever zit, net als dit ding trouwens, wat je nu gelukkig niet erg ziet. Maar oh, en mijn krabbelpoot. Dat is het. En het maakt niet uit. Ik heb gewoon waterproof mascara op. Gewoon alleen maar waterproof. Als het eraf gaat is het ook niet erg. Maar ik vind het wel fijn zeg maar, om iets op mijn hoofd te hebben voor het begin. Wij zijn weer terug van het zwemmen. En ik vind het altijd wel een heel gedoetje. Toen ik door het was echt mega druk. Ja, natuurlijk vakantie. Dus dan krijg je dat. Maar ik vind het wel even dat je denkt, maar goed, maakt niet uit. Niels vond het geweldig en Ede vond het eigenlijk ook wel oké. Nou ja, dat was heel fijn. Ze liggen nu allemaal als een blok te slapen. Dit is geen borstvoeding. We hebben hapjes gemaakt voor Elin, wortel en pastinaak. En de wortel ga ik nu eentje van, één portie zeg maar, heb ik dus in borstvoedingszak staan. Want dat heb ik nog over. Ik denk, oh, dat kan eigenlijk ook wel. De rest heb ik in zo'n ijsblokjes halen. Dat kan natuurlijk. Prima, dan gebruik ik die zakjes ook nog even op. Maar ik bedenk me nu dat ik ze natuurlijk ook gewoon even in warm water dan kan leggen. Dat is ook zo warm. Maar goed, ik ga het gewoon nu omdoen. Ik heb het er toch uitgehaald. En dan zet ik het even in de koelkast. En dan kan ik het vanavond vrij snel opwarmen. De rest had ik dus in een ijsblokjeshoudertje gedaan. Maar daar past natuurlijk niet alles in. Ik ga even opruimen, want er komt zo meteen komt Niels' beste vriend weer. Komt weer spelen. Meestal gaat Niels daar spelen, maar nu komt hij hier.
Dus dat het een beetje, de rommel een beetje weg is. Dat vind ik dan wel zo fijn. We hebben zeg maar lekker de ruimte. En ik denk dat ik dan nog even met Ede naar buiten ga. Eventjes, sowieso moet zij nog even lekker naar buiten. Oh ja, ga ik in de kast. Ik zou lekker samen aan het spelen. Nee, Niels, het moet zo. Heerlijk. Alleen Eden heeft twee ontstoken ogen. Ik dacht dat er een beetje te zien vanmorgen. Ja, kom maar hoor, lief. Ik zat toch bij een wasmachine herrie, maar even Eden heeft een schone luier aandoen. En dan ga ik even met haar lekker wandelen. Maar ze heeft twee ontstoken ogen. Ik twijfel al een beetje. Ja! Ik twijfel vanmorgen al een beetje. Maar gisteren was het. Maar vanmorgen zag ik het niet. Maar gisteren dacht ik al een beetje te zien aan één kant. Maar blijkbaar nu ineens wel weer meer. Dus ik hoop niet dat het zwembad het erger heeft gemaakt. De bacteriën, goed. Chloor, hè, ontsmet ook. Ga je de camera vastpakken. Een mooie randje. Beetje lange vingers. Dit truitje is trouwens van de... Ja, ieder wat lachen, hè? Dat heb je ook niet, hè? Truitje is trouwens van de Hema. En dit broekje is van Primark. Wil je cameravrouw worden? Oh, ik pis in mijn broek. Ik heb net even een en eten gegeven. Moest ik altijd even rechtop blijven. Maar het is wel eens hardlopen. Ik moest even dat jongetje zijn ouders kwamen ophalen. Maar had ik een even hierin gezet. Die zit lekker een beetje tegen het ding aan te rammen. En dat, maar ik had hem uitstaan. En ineens hoor ik zo klik, zeg maar. Dat schakeltje wat hier zit, heeft hem dus gewoon omgeschoven naar zijn muziek. Oh, ik lig in de scheur. Goed, ik ben eten aan het koken. We eten Mexicaanse sla wraps. Dus zeg maar de slabladeren zijn de wraps. Alleen ik ben niet heel... makkelijk droog te krijgen of zo. Dat gaan we eten. En ik ben nu eventjes met jou gaan voor de afwisseling. Het is 11:15. Ik ben niet zichtbaar. Dat betekent dat het tijd is om tot te gaan poetsen en flesjes te maken. Dus ik ga... Einde vakantie. Ja, ook dat nog. Het is een zwarte dag in de geschiedenis. Ik voel dat in de zucht voorbij. Ja, vakantie. Iemand op de radio zei het vandaag van het was alsof het gewoon een hele lange dag was. Het hele stuk tussen kerst en oud en nieuw en nu, zeg maar. Vind jij ervan mittens? Ja, mensen het mee eens. Goed, ik ga het al poetsen en even een fles geven. Ik hoop jullie het volgende week leuk vond. Ik ben hier gewoon voor het kijken en heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog.